Hallo, ik ben Charlotte, recent afgestudeerd als industrieel ingenieur chemie en KU Leuven Campus Groep T. Mijn verhaal begint in februari 2023 op de jobbeurs van Campus Groep T. Ik heb toen besloten om even halt te houden bij de stand van ETEX. Ik heb toen even met Tom gebabbeld en hij heeft me eigenlijk verteld dat ETEX België een bedrijf is in duurzame bouwmaterialen. Ik was meteen verkocht. Ik ben nog altijd heel erg geïnteresseerd in duurzaamheid, ook in groene energie. We hadden direct een connectie. Het was een gezellige babbel eigenlijk. Dat was niet gewoon zoals een sollicitatiegesprek. Ik heb mijn contactgegevens achtergelaten en zo hebben zij terug contact met mij opgenomen. ETEX is een Belgisch groeiend bedrijf. Door die groei zijn wij op zoek naar talent, ook naar jong talent. En niet alleen ingenieurs in de bouwkunde, maar ook ingenieurs in alle richtingen. Zo hebben we een Future Talent programma in het leven geroepen dat erop gericht is om jonge ingenieurs verschillende ervaringen aan te bieden gedurende 2 jaar. Om later dan door te groeien naar andere jobs binnen ons bedrijf. In die zoektocht zijn we ook op zoek gegaan in België en zijn we uiteraard ook bij Groep T langs gegaan en hebben we deelgenomen aan een jobbeurs in de Brabant Hal. Het was onze eerste keer, maar we waren heel blij over de opkomst. En we hebben daar ook met Charlotte kunnen spreken. Charlotte die de juiste drive bleek te hebben. En als we een lang verhaal kort maken, dan kunnen we zeggen dat Charlotte nu enkele weken geleden bij ons gestart is in het Future Talent programma en deel uitmaakt van een jonge groep ingenieurs die enthousiast aan de slag gaat. Eind september ging ik dan voor de eerste keer langs op het kantoor van ETEX. We zijn toen begonnen met een onboarding week voor het Future Talent Program. Daar zijn eigenlijk 5 mensen uit Frankrijk en 5 mensen uit België samengekomen. En na die week zijn wij dan allemaal begonnen aan ons uiteindelijke project. Momenteel zit ik op de EAS-afdeling Environment, Health and Safety. Binnen het milieuteam en officieel is mijn project Energy Improvement. Voor mij is dat heel fijn, omdat ik enorm geïnteresseerd ben in duurzaamheid. Ik denk dat vroeger ook zo, als je zo moest gaan kiezen wat je moest studeren, dat voor mijn familie en vrienden niet echt een surprise was dat ik voor de ingenieursstudie heb gekozen. Ik was altijd zo iemand die alles uiteenhaalde en zo met alles zat te prutsen van die dingen. Dus een ingenieursstudie, dat was voor mij weggelegd.